Voor me staat een groep met Iraanse mannen. En ze zijn een hongerstaking gestart. En om dat te laten zien aan de mensen, hebben ze hun mond dichtgenaaid. Maar fijn dat de brandwonde niet echt tussen je haren zat, hè? Durak Altok had 15 jaar geleden zelfzorg nodig. De groei van Schiphol van het afgelopen jaar, dat was boven de 10%, dus dat is natuurlijk ongekend. Een naoorlogse wijk aan de rand van Haarlem. Rabia Kadir is de gast bij vrienden. Hatta o ballanın Xitaycı, Uygurcu sözletmeydiğanlığını anladık. 5 VWO van het Calvijn Lyceum uit Barendrecht doet hun jaarlijkse dagje vrijwilligerswerk. Ketose. K-E-T-O-S-E. Daar staat Pedro Salazar, dat is de perschef van PSV. Meneer Salazar. Hij was ons bijna ontsnapt. Hallo, meneer Mimoun. De Nederlandse Biografieprijs. De Nederlandse Biografieprijs is een prijs die 2 jaarlijks wordt uitgereikt.